Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag! Wow, zag je nou schrikken? Oh my god. Het is vandaag dinsdag. En ik ben net wakker. En ik heb eventjes mijn haar gewassen. En ik heb niet echt make-up nog op, want ik heb vandaag een covershoot. En dat vind ik echt heel leuk. Ik ben wel heel erg moe. Ik weet niet waarom, maar ik voel me heel moe vandaag. En ik heb nu eerst het interview daarvoor in het Pulitzer Hotel. En dan heb ik de shoot en de covershoots met Bibi en Olivia. Dus dat is echt een droom die uitkomt. En ik weet niet of ik voor de rest nog info mag geven, maar dat ga ik zo checken. Dus ik zie jullie zo. Ik ben aangekomen op de shoot en ik hoor dus dat ik mag zeggen waarvoor de shoot is. En wij gaan vandaag, Bibi, Olivia en ik, met z'n drieën de cover van Glamour shooten. Die heel snel uitkomt voor het december issue. En we hebben echt de allerleukste styling ooit. Het is zo schattig. Misschien kan jij het even helemaal uitgebreid laten zien, Bibs. Bibi is er ook en Olivia is er ook al. En Bibi gaat nu de styling laten zien. Zo lief. Heerlijk appeltje aan het eten. Maar deze schoenen zijn zo lief. En deze schoenen doe ik aan. En die voor Noor. Hoe schattig is dit? Het is zo lief. Het is echt een van de liefste die ik ooit heb gezien. Dit jurkje. Deze hele vette trui. Een rok. Het vette jasje. Deze doen we volgens mij allemaal met de drie aan. Dezelfde van Balenciaga. En ook nog allemaal hele schattige kleertjes. En nog meer schoenen. Het is super leuk. Oli, heb je er zin in? Ja. Ja? Vind je leuk? Nou, de eerste outfit is aan. Hey. Olivia ziet er zo schattig uit. Op de grond. Ik doe het versnellen. Eten? Hoppa! Save a place for me. Show me the way. Inside your heart, make a space for me. Don't be afraid, I wanna see who you are. If I could change forever, I'd keep on going, I can run with that. Ik heb een feestjurk aan. Ga maar lekker even springen nog. Oké, wij zijn klaar met shooten. We zitten in de auto terug. En Oli en Bibi hebben het echt super goed gedaan. En de cover komt dus, het is voor het december issue, maar die komt dus in november in de winkel. En zo vet dat we gewoon op de Glamour cover staan met z'n drieën. Ik vind het echt mega vet, hè? Ja, niet normaal. Die foto's. Iedereen zou zeggen, mij Sander vindt het zin. Wat vindt de vader ervan? Ik voel mij als man. Zeg je? Zou je wat niet kunnen laten zien? Nee. Het zijn zulke coole foto's. En maar altijd de foto die de cover gaat worden. Dus allemaal kopen. Als jullie ons drie willen. Het is echt heel leuk interview ook gedaan. En ja. Goedemorgen jongens. Oh, even een klein ontbijtje voor de familie. Naar binnen nu. Kijk eens hier. Wat hier ligt. Oh my god. Hey, Anneke. Hoe is het? Oh. Hey, Nuri. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je ontbijt gemaakt? Ja, een klein ontbijtje. Lief. Heb je er zin in? Ja. Waar heb je zin in? Goedemorgen. Mijn ogen zitten volgens mij echt helemaal dicht. Ja. Ja, maar je hebt 10 uur geslapen. Echt? Ja. Ik ga nu naar lunch van Messica, dat is een juwelenmerk en dat verkopen ze bij Gassan binnenkort. Cool. Ik ben echt net 5 minuten. Ja, ik weet het. Dat vind ik leuk om je te surprisen. Ziet er nog steeds mooi uit. Nou, komt wel mee. Bij Gassan en dan ga ik naar lancering van Lodeke, Notenboom, van Style My Day. Die heeft een collectie gemaakt van Flette La Bretonnière. Wat leuk. Ja.
Dus ga ik even kijken. En ik moet tussendoor van mijn boek 2 hoofdstukken af hebben. En ik moet voor een aantal projecten foto's geëdit hebben, ingeleverd hebben. Ik moet wel doen voor de nieuwe ontwerpen van de sieradenlijn. En ik moet 3 gesponsorde Instagram foto's maken. En mijn e-mail sponsor. En vanavond aan de film met je vriendje. Oh man. Live of een influence. Ja, ik ook. Stiekem dat ik niet. End of the day. Maar chagrijnig, want mijn huid is slecht. Omdat als ik melkproducten eet, wordt mijn huid super slecht. En ik heb de hele week alleen maar snoep en pizza. Ik heb deze week 3 keer pizza gegeten. En ik kom nooit aan, alleen ik krijg gewoon een lelijke huid ervan. En nu ben ik chagrijnig. Volgende week op vakantie. Gaan we lekker. Ja, maar dan ga ik ook slecht eten. Nee joh. Gaan we lekker eten. Lekker hummus. Ja, dat is wel waar. Lekker Arabische dingen. Daar zijn mijn juwelen. Juwelen! Ik heb het gewoon helemaal... Serieus weer film. Ja, ik had een vlog gezien met je. Ik kijk niet zo vaak vlog, maar ik had een vlog gezien met... Romy Strijd. En een vlog met, hoe heet dat meisje? Negin? Ja. En die vriendjes die doen daar heel actief in. Dus ik denk, nou, dat doe ik gewoon ook een keer. Oké. Okay. Toch? Dit wordt echt een episch advertisement. Ja, maar kijk, laat me je ogen niet betaald. Nee, oké, okay, maar okay. Noor zegt net tegen mij... Ik had een nieuwe mascara gekregen, dus ik zei, oh, die ga ik even uitproberen. Want de PR van L'Oréal zei tegen mij, ik heb hem wel gekregen trouwens. Maar niet, ik krijg er niet voor betaald of zo. Zij zei, ik heb deze mascara vandaag op. Hij is echt heel goed. Hij heet Unlimited Mascara. Je kan hem zeg maar zo... Dit is zo gesponsord, maar niet gesponsord. Maar hij is dus van L'Oréal Paris. Dus Noor zegt het net tegen mij, moet je eens kijken naar mijn linkeroog en mijn rechteroog. Maar laten we even kijken. Best bizar. Hij is wel echt een knallert. Ik ga nu mijn andere oog doen. Oké, dan moeten we ook naar het eindresultaat kijken. Kijk nou naar deze vamp. Oh my god. Dit is zo mooi. Ik ga even aan de andere kant, ik heb het tegenlicht. Wat heb je aan? Vintage Levi's van Mikkeus. Laars van de Zara. En een oude kontrui. Zo mooi. Oh. En die ketting? Nee, die is wel Messica. Ja, sorry, echt heel tof. Enjoy, it's gonna be fun. Ik ben op kantoor en we hebben hier heel lang meetings gehad over allemaal leuke dingen die we gaan doen. Alleen, één ding wilde ik even delen. En dat is dat we de Closet Sale, super grote Closet Sale, wat een soort van event gaat worden, eindelijk de datum voor hebben. Voor mij had ik al gezegd dat het 11 november wordt, zaterdag 11 november. En in de vlog van volgende week woensdag ga ik de link geven voor tickets. Dus blok alvast je agenda. Het is niet een zaterdag, ik weet niet, zondag 11 november volgens mij. Dus blok het alvast in your calendar. En... ja, ik ga ze mijn kleding verkopen, maar ook mijn sieraden. We gaan een fotobooth doen. En je kan natuurlijk... Ik ben er de hele dag. Dus je kan met mij op de foto, mocht je dat leuk vinden. Of met mij praten, als je dat leuk vindt. Dus dat wilde ik even zeggen. Nu ga ik met Sander uit eten bij Izakaya. Ik ga heel snel naar het... Wij moeten even snel naar het event van Lonneke. En dan gaan we eindelijk naar de film A Star Is Born. Ja. Good morning! Ik weet niet of jullie me horen of ik mijn camera heb aangezet. Maar ik ben onderweg naar kantoor. Oké, ik ben op kantoor aangekomen. Mijn camera ziet er weer echt raar uit. Ik weet niet of het geluk was om op de fiets te vloggen. Maar ik heb Olly naar de crash gebracht en het is nu 9:30. En ik heb nu om 9:30 mijn eerste afspraak op kantoor. En daarna ga ik echt achterstallig computerwerk hier doen. En misschien eigenlijk weer een keer een Instagram foto maken vandaag. En dan vanavond en morgen ben ik vrij. Dit was zo schattig. Als die meiden dan met z'n drieën in bed liggen. Mega nice. Hey Noor. Hoi. Oh, hey. Voorzichtig, Olly. Voorzichtig. Hey. Neem me niet mee naar bed? Ja. Kom even bij mama. Oh. Zullen we ook dag zeggen tegen de mensen van de vlog? Dag. Dag allemaal. Doei. Doei. Bedankt voor het kijken. Open, mama. Ja, de deur doet me open. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En als jullie meer van deze baby willen zien, die zo groot wordt. En van mij. En van Pipsje. En ja, we gaan expeditie kijken zo, toch? Ja, zelf. Doei allemaal. Doei.